terwijl duizenden Tilburgers zondag 5 mei naar de Kuip afreizen voor de bekerfinale van Willem II tegen Ajax, willen mogelijk ook duizenden mensen de wedstrijd in de eigen binnenstad volgen. Omdat de kroegen dat hoogstwaarschijnlijk niet aan kunnen, komt er een groot scherm op de heuvel. Dat scherm komt ter hoogte van het standbeeld van Willem II, zo weet Tilburg.com. Het is een initiatief van een aantal restaurants op de heuvel. Zij zorgen er ook voor dat er barren zijn waar, let op, alleen met contant geld drank gehaald kan worden. Rond 3 uur 's middags start het feest al met een DJ. 3 uur later begint de wedstrijd, en of Willem II de beker pakt of niet, het feest stopt om 11 uur 's avonds, het bevrijdingsconcert. Dat normaal gesproken op 5 mei in de avond plaatsvindt, moet om de bekerfinale voor één keertje uitwijken naar de middag. Het concert in de Pieshaven begint nu om 2 uur 's middags.